De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, Roline Samsudien, heeft vandaag haar portefeuille ter beschikking gesteld. President Desi Bouterse heeft haar ontslag aanvaard en dit wordt bevestigd door het Nationaal Informatie Instituut. Directe aanleiding van haar ontslag heeft te maken met een verkrachtingszaak waar haar zoon als verdachte is betrokken. Hij zou ontucht met een 10-jarig kind hebben gepleegd. De onthullingen van oppositieparlementariër Mahinder Yogi tijdens de begrotingsbehandeling heeft de positie van Samsudien laten wankelen. Yogi onthulde dat Samsudien zichzelf als districtscommissaris van Saramaka gronden heeft toegeëigend. De minister bleef toen zwijgen in het parlement. Het NII heeft in haar persbericht niet vermeld wie de opvolger van Samsudien wordt.